Oké, Holly. Hi, Roberta. Ben je er klaar voor? Ik denk het. Je kent het concept, toch? Ja. Hoop ik. Ja. Ik hoop dat je ooit gekeken hebt. Ik heb ooit gekeken. Oké, nou, je weet het. De vraag heb ik absoluut niet van tevoren gezien. Ik weet ook niet wat ik aan jou ga vragen. Ik weet ook niet wat voor vraag ik terug ga krijgen. Ja. En ik begin altijd met de eerste vraag. En we gaan gewoon om en om. Oké. Ja? Ja, is goed. Oké. Hoe was jouw jeugd? Hoe was mijn jeugd? Zo, hallo. Zo, bam, we zijn erin. Ja, ik denk dat mijn jeugd niet hetzelfde was als ieder ander. Opgegroeid in dan een bekend gezin. Een rock'n'roll vader. Laat ik zeggen dat ik niet echt een saaie jeugd heb gehad. Er gebeurde heel veel. En ook vroeg mijn vader verloren. Dus wel. Want hoe oud was je toen? Ik was bijna 7. En dat was wel een ding. Dat was natuurlijk een enorm. Heel Nederland was daar ook mee in opschudding, zeg maar. Kan je alles nog goed herinneren van die tijd? Want ik had toevallig laatst het erover dat ik toen zei, als jij nu zegt ik ben 7, dat ik niet meer heel veel weet van. Ik denk dat je gewoon je onbewust blijf je dingen. Ik denk dat je onbewust denkt bij jezelf al, ik moet dit vasthouden. Het zijn natuurlijk echt zo ingrijpende dingen ook die er wel gebeuren, dat je dat nooit meer van je netvlies afkrijgt. Ik heb wel ervaren als een hele fijne jeugd. Ik heb wel echt een hele fijne jeugd gehad en mijn moeder heeft alles als de meest grote powervrouw opgevangen. Dus ik ben nooit iets tekort gekomen. Maar ja, het was ook niet een hele makkelijke vent om mee samen te leven natuurlijk. Maar hoe was het voor jou als kind? Hoe was hij als vader? Voor jou en voor je zus? Ja, fantastisch. Ja, maar dat is ook een beetje gewoon een speelvader. Die je alleen maar mee naartoe neemt overal. En misschien stiekem ook nog zelf een beetje kind is. Ja. Dus wij zijn ook met hem. Hij was zo verantwoordelijk voor ons. Die mensen denken volgens mij wel eens van, oh ja, hij gebruikt natuurlijk onwijs veel drugs en drank. Heb jij daar dan iets van meegekregen als kind zijnde? Ja, ik heb daar wel wat van meegekregen, ja. Want ik denk, toen ik 7 was, wist ik nog niet eens wat dat was. Maar dat was je dan wel bewust van al toen je zo jong was? Van. Ja, maar ik denk dat ook alles wel heel erg open is geweest altijd naar ons. Dat was natuurlijk gewoon bekend in Nederland ook. En ja, ik denk dat alles is zo open geweest naar ons. En ik zou dat zelf, ik vind dat eigenlijk de beste manier hoe ik ook mijn kinderen zou willen opvoeden. Dat er gewoon geen geheimen zijn. Hoe wild ben jij in de slaapkamer of daarbuiten? Kijk, ik kan gewoon als ik in bed lig of zo, dan hou ik er nog van knuffelen of zo. Dan kan ik wel of op de bank of zo. Maar als ik gewoon qua. Ja, kom maar. Goed verhaal. Seks. dan hoeft het van mij niet allemaal heel soft of zo. Dan hoeft het niet soort van kriebelen en lieve woordjes tegen elkaar te vertellen en zo. Dan. Maar hou je ook van. Maar wil je vastgebonden worden en dat soort tierenlantaarn? Nee, dat heb ik tot nu toe allemaal nog niet. Niet ervaren. En met meer mensen? Nee. Nou, ik heb wel eens gezegd dat ik kan daar wel eens over nadenken, maar nee, het is nog niet voorgekomen. Hoe ben jij in de slaapkamer? Ja, het hoeft van mij ook niet allemaal super lief en. Maar ja, soms ook wel. Ik vind dat ook leuk. Ik denk dat meer de afwisseling dat ik dat leuk vind. Het mag soms ook juist heel liefdevol zijn en soms helemaal niet. Maar ben jij dan juist dominant of heel. Meer onderdanig? Nou, dominant zal ik het nou ook niet per se noemen. Maar, nou, misschien wel. Hoe denk jij dat ik in bed ben? Oké, ik ga dan een voorspelling doen en dan moet jij het zeggen of het klopt. Nou, ik denk wel, als ik jou dan zo nu over nadenk, dat jij wel heel erg de leiding kan nemen. En heel duidelijk aangeeft wat je wel en niet fijn vindt. Ja. Ja, nou, maar ik denk dat wij hebben het daar ook natuurlijk. Ik bedoel, ik vind altijd wel, je moet het ook gewoon bespreken. Want ik heb ook wel eens met mensen in bed gelegen dat ik dacht, oh liefie. Praten jullie dan daar heel erg over wat jullie fijn vinden en dan. Ja, wij zijn er wel heel open, vooral in het begin over geweest. Wat wij fijn vinden, wat. Kijk, dat is ook gewoon, op een gegeven moment heb je gewoon geen schaamte voor elkaar. En ik denk dat ik dat het allerbelangrijkste vind. Dat je gewoon je helemaal overgeeft aan elkaar. Ja. Wat vind jij van influencers? God, Daan, echt.
eerlijk antwoord, Holly. Ja, het is soms dat ik het gewoon... Ja, ik begrijp... Ik heb het niet zozeer negatief, hoor. Maar ik snap het soms niet zo goed. En... ja. En ik vind... Nou, heel eerlijk. Ik vind wel soms dat het een beetje te ver gaat. En ik vind het wel best wel een ding dat alle jonge meisjes nu... in eerste instantie denken, ik ga dat doen. En ik vind dat er gewoon, misschien niet eens met influencers, ik vind dat online gewoon een te groot deel van ons leven is. Ja. Dus daar heb ik denk ik meer iets op tegen. Dat ik de hele dag, dat mensen het idee hebben dat wij de hele dag naar jou willen kijken. Ja. Ik bedoel, dat heb ik dus niet. Ik denk, waarom zou ik de hele dag iets online zetten? Want wie ben ik om te denken dat mensen de hele dag willen zien wat ik aan het doen ben? Ja. Dus dat vind ik moeilijk te begrijpen. Maar... Ja, maar toch zijn er heel veel mensen die jou wel willen volgen. Dus ja. Die willen heel graag ja, naar jou kijken. Want ik krijg ook echt altijd een beetje zo van... hoi, ben je er nog? Ja. En dan denk ik wel altijd van... Ja, hoi, je moet even weer het leuks posten. En dat wil ik ook wel. Maar het is gewoon niet in je hoofd. En dat is heel normaal. Dat heb ik ook niet. Maar het is geen eerste levensbehoefte om... Nee. Iets altijd maar gelijk vast te willen leggen en online te willen gooien misschien. Nee, en ik vind, natuurlijk, als je een keer een campagne ding aangaat, we lijken gek als we het soms niet doen. Maar ik vind wel dat soms, ik vind gewoon dat het te veel is misschien ja. Soms. Dat ik denk, ga nou eens weg. Hou eens op met je nummers de hele dag promoten op Instagram. Ja. Weet je, hou daarmee op. Ik vind dat gewoon stom. Ja. Weet je, als het een goed nummer is, dan wordt het vanzelf wel populair. En niet dat je de hele dag in je story dan zo'n nummer gaat zitten delen. Ja, dat. Ja, ja daar sluit ik me bij aan. Met welke beroemdheid zou je wel eens willen daten? Internationaal of in Nederland? Nou, laten we het eerst gooien op internationaal. Je mag het zelf kiezen. Weet ik niet. Nee? Vind jij het wel? Wat? Weet jij het wel? Nee. Oh, ik vind dingen altijd wel heel knap. Ik ben zo slecht met namen, dat is echt afschuwelijk. God, hoe heet die nou? Die van One Direction. Harry Styles. Harry Styles. Ja, dat is een soort soy 2.0. Ja, dat vind krullen. Die vind ik heel knap. Dan denk ik... Oh, heb jij die film 365 gezien? Nee. Dat is mijn droomman. Dat is een Italiaans-achtige man. Ook weer echt lang, breed, fout. Mm-hmm. Echt zo'n maffiabaas. Ik denk dat ik een beetje... Maar je houdt dus van hele grote, grote, robuuste, gevaarlijke mannen. Ja. Oh. Eigenlijk wel, maar in die end vind ik dat toch wel het leukste van lang. Maar zijn dat mysterieus. Ook de mensen waar je mee hebt gedate? Of nee. Zie jou. Nee. Toch? Nee. Nee, maar ik vind ze ook niet. Dus daarom ben ik denk nog steeds vrijgezel. Gebruik jij alcohol en drugs? Alcohol ja. Ja. Ja, ik drink. Ja. Ja. Drugs? Nee, eigenlijk niet. Ik heb een paar keer, toen ik wat jonger was, maar ook echt al 4 jaar niet meer of zo, heb ik een paar keer een pilletje gedaan. Gewoon op een festival of zo? Ja, op een festival. Dat heb ik toen wel een paar keer gedaan. En ik weet niet, ineens was ik er gewoon, ik dacht, oeh, nee, dus ik doe dat helemaal niet. Ik vind dat soms wel heftig om te zien inderdaad, hoe dat zo normaal gevonden kan worden nu. Maar ja, ik heb het ook wel eens geprobeerd. En ik denk altijd, proberen, dat kan ook geen kwaad. Nee, of tenminste, voor mij persoonlijk. Nee. Dus ik heb het geprobeerd en... Niet voor jou? Nee. Voor nu niet? Voor nee, nu niet. Voor nu niet, nee. Nee. Oké. Okay. En jij? kijk, ik heb wel gemerkt dat... ik altijd wel heel nieuwsgierig was naar alles. Mm-hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld met festivals, om dat als voorbeeld te nemen, is dat ik dat dus niet durf. Nee, en ja, niet ik heb... omdat ik mezelf dan nu te belangrijk daarvoor voel, maar ik heb dat namelijk 1 keer 2 jaar geleden zo op open air gehad, dat ik dat toen weer dacht van ik zou wel weer eens een pilletje willen doen. Gewoon weer, het lijkt me helemaal weer leuk. En toen was ik gewoon, ik had het nog niet eens genomen, ik was nog niet eens daar, maar het idee.
dat ik dat weer moest gaan doen, zat ik gewoon op het toilet aan het overgeven. En toen was ik ook op dat festival en het is toch een jongere doelgroep die daar komt. En ja, je weet toch vaak van online wat je een beetje... Dus toen voelde ik me, was ik uiteindelijk blij dat ik het toen ook niet had gedaan, omdat ik dan toch dacht van, oh ja, dus ik zou daar maar zo... Nou, maar dat is natuurlijk, dat is ook een ding. Ja, ik heb dat dus wel een keer gehad, dat ik, toen zat ik net in goede tijden en toen nam ik een slok water van iemand. Toen dacht ik al, ik weet niet of dit helemaal water was, maar ik dacht, oké, nou het zal wel. Nou, 5 minuten later ging bij mij gewoon het licht uit. Dus ik heb alleen maar zo over dat festivalterrein gehobbeld en ik zat net in goede tijden en het was net juist helemaal soort van geëxplodeerd daarom. Het was maar de allerworst timing wat het had kunnen zijn. Ik ben daarna ook gewoon echt een paar weken daar soort van ziek van geweest. Niet zozeer lichamelijk, maar gewoon echt dat ik dacht, ik weet gewoon niet wat ik de afgelopen 4 uur heb gedaan. Toen vroeg ik aan vriendin, ik zei, maar had ik het wel leuk? Zei ze, lieverd, je had de tijd van je leven. Want je zei alleen maar, ik ga zo hard. Dus ik had het wel leuk. Ja. Maar ik weet niks meer. Ik kreeg ook allemaal appjes. Hey, hol, was leuk je te zien. Weet je dat, hè? Ik heb echt geen idee dat ik jou heb gezien. Maar dat, kijk, weet je... Dat was afschuwelijk. Ik bedoel, dat vind ik gewoon heel erg. De controle kwijtraken over je lichaam. Dat is afschuwelijk. En ja, dat weet je, ik denk dat daar ook een beetje mijn afkeer in is gekomen. Dat was echt niet leuk. En zonder dat ik het wilde. Ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde gewoon een slok water nemen. Dus daarin vind ik ook gewoon zo iemand die gewoon hier zegt, oh ja, hier, nee maar. Dan denk ik echt, wauw. Ja, dat is heel nasty. Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Dat is moeilijk, maar ja, goed. Hoe is jouw band met je ouders? Nu heel goed. Ja, ik heb nu een hele goede band met mijn ouders. Ik ben heel close met mijn ouders. Ik heb eigenlijk ook geen, nou letterlijk geen geheimen voor mijn ouders. Mm-hmm. Er zijn niet dingen die ik bewust verzwijg, maar ik had hiervoor wel een moeilijkere band. Want ik wilde natuurlijk naar de acteeropleiding in Amsterdam en daar waren hun natuurlijk absoluut geen voorstander van. Wat wilden zij dat je ging doen? Nou, gewoon iets normaals. Gewoon normaal. Gewoon normaal. Gewoon, toen zou ik ging, normaal. Ja, mijn zus ging marketing, economie studeren, mijn andere zus werd iets arts. Dus het was een beetje zo van ja, ga ook gewoon iets waar je een contract krijgt, waar je gewoon 40 uur gaat werken. Wat en safe is. Safe, dat. En toen zeiden ze, nou je mag wel auditie gaan doen voor die opleiding, maar ik weet dat er heel veel kinderen toen auditie deden en dat wisten mijn ouders van de open dag. Dus mijn ouders dachten, laten we een lekker auditie doen. Maar toch niet uit. Want ze hadden wel gezegd, als je hier niet wordt aangenomen, gaan we iets normaals zoeken. Dus ik zat zo, ah ja. Dus ik ging die auditie doen, 2 ronden was ik door, 3 ronde was ik door. En toen dacht ze wel, kut. En toen was ik op mijn 16e aangenomen, hier in Amsterdam. En toen was het zo van, toen was ik aangenomen, toen ging ik hier naar school. Was er echt niet blij mee? Nee. Oké. Okay. Nee, ik vond ze echt afschuwelijk. Want toen moest ik maar voor mezelf was het ook niet per se makkelijk, want ik mocht nog niet van hun hier wonen. Dus ik moest elke dag van Bergambacht naar Amsterdam. Oh shit, ja. Dus 1 uur 3 kwartier heen, 1 uur 3 kwartier terug. Dus ik was gewoon 4 uur per dag aan het rijden. Maar ik had gewoon alles over voor die school. Ja. Maar langzamerhand leerde een beetje Amsterdam kennen. Dus toen op een gegeven moment, en op school ging het niet zo lekker als in ik met de docent. Dus op een gegeven moment was ik bijna 18 en ik wist als ik 18 ben, mag ik naar Amsterdam verhuizen. Ik heb toen nog een beetje uitgezeten daar en toen op mijn 18e zei ik, ja, ik heb mijn appartement hier, ik stop. Ja, toen waren ze natuurlijk echt boost. Toen moesten mijn ouders naar school komen. Ja, Robert, dat is geen leuke leerling. Toen kreeg ik natuurlijk ook nog een vriend die wat ouder was, ging 2 maanden mee naar Ibiza. Toen dachten mijn ouders, nou, wat is deze man aan het doen? Wat hebben wij gebaard? Ja, en toen langzamerhand is het eigenlijk allemaal zo, alles op zijn plek gevallen. Zagen ze ook nu gewoon dat ik mijn geld verdien. Toen hebben ze ook dat losgelaten, zoiets gehad van, we supporten je nu in alles. Dus dat is wel echt een switch ook geweest. Dus ik heb nu de allerbeste band, maar dat was niet altijd zo. Maar dat was ook wel voor een heel groot gedeelte. Hebben ze dat ook echt tegen jou gezegd? Van, we zijn niet blij met wat je doet, zeg maar? Of? Ja. Als je kind dan weer stopt met school, dan wil die in Amsterdam gaan wonen. Ja. Ik deed natuurlijk gewoon alles wat zij niet hadden gehoopt misschien of gedacht dat het zou worden toen ze hun zoon kregen. Misschien gewoon een andere verwachting, want ze zijn nu super trots op je. Tuurlijk, ja. Dat dus zeggen het is gewoon een andere verwachting ja, geweest. Ja, en dat moest wel eens even schakelen. Even schakelen. Heb jij angsten? Angsten? Oh, ja. Ja, tuurlijk. Nou, ik ben ook misschien in het leven ook soms best wel angstig hoor. Voor wat voor dingen dan? Ik zou gewoon heel erg vinden om ineens zo er niet meer te zijn, zeg maar. Heb jij, dat is misschien een hele persoonlijke vraag, maar heb je dan wel eens nagedacht dat als je morgen zou overlijden, dat je dan misschien bij papa komt? Nou, ik geloof er, ja, ook. Dat denk ik, wij zeggen wel dat, nou, het is wel, ik bedoel, ik ben zoveel mensen rondom, ja, ik vertel het heel luchtig hoor, maar er zijn zoveel mensen rondom in de familie en weet ik wat allemaal. En vrienden van mijn moeder en iedereen zijn allemaal overleden, heel veel. Dus wij zeggen wel, het is daar wel één gezellige bende.
het is daar wel helemaal top. Als je daar nu komt, nou, dan is dat daar reuze gezellig en dat is hartstikke leuk. Stel je voor dat dat zo zou zijn. Heb je nog wel eens het gevoel dat je nog wel eens tekenen krijgt van je vader? Nou, ik heb dat wel een tijd best wel gehad. Toen was ik er ook altijd heel erg mee bezig. Ik praat er af en toe wel dus tegen. Maar dat is toch iets moois. Ja, ik vind dat ook niet iets stoms. Ik denk altijd van als hij er is, dan weet hij dat ik nog steeds van hem hou en dat ik hem mis. En alle mensen hier om ons heen die ik ben verloren. En dat is dan dat je gewoon soms alleen bent of zo. En dat je voelt van ik wil even mijn. Ja, ik heb ook wel een foto echt zo bij mijn bed hangen. Dat ik hem eigenlijk altijd soort van aankeek. En ik heb wel echt een periode gehad dat ik heel vaak een schouder, zo'n hand heel hard op mijn schouder voelde en zo. Ja, goed, weet je, ik zeg niet zozeer dat ik er allemaal enorm in geloof. Maar ik zeg wel dat als ik er niet in geloof, dan komt het in ieder geval niet naar me toe. Nee. Dus ik zou het heel, weet je, alle dingen die er dan zijn, die komen in ieder geval naar me toe als ik daar open voor sta, denk ik. Ja. En dat zou ik wel heel fijn vinden, ja. Wat zoek jij in een man? Ben je kieskeurig? Ik denk dat ik wel een beetje kieskeurig kan zijn. Maar als ik eenmaal iemand heb gevonden die... Kijk, laat ik het zo stellen. Als ik iemand moet gaan leren kennen, dan hoeft er maar dit te gebeuren. En je vindt hem stom. Stom. Maar als ik eenmaal iemand heel leuk vind, ja, dan maakt het me niet zo heel veel uit. Maar dan ben je in eerste instantie dus wel kieskeurig. Nou, kijk, ik heb één keer met iemand gedate en dat was in eerste instantie echt niet mijn type. Qua hoe die eruit zag, wat voor type die was. Maar die vond ik op een gegeven moment wel heel leuk. Ja, oké. En toen boeiden al die dingetjes me niet meer zo heel veel. Dus ik geloof er ook wel in dat als ik iemand ontmoet en ik heb gewoon gelijk dat heel leuk is, dat het dan in die end niet zo heel veel uitmaakt. Ik zeg al dat ik heel kieskeurig ben en als ik een beetje aan het date ben of als iemand tegen me zegt, is dit een leuke jongen voor jou? Je wel een goed beeld hebt wie jij knap vindt en wat je aantrekkelijk vindt. Ja. Maar uiteindelijk vind je het innerlijk dan belangrijker. Daarom, maar ik dus uiteindelijk niet dat het dan per se moet zijn. Dat het alleen maar zo'n soort man mag zijn, anders dan... Nee, ik denk dat ik uiteindelijk gewoon een hele leuke gast tegenkom en misschien is die kaal, weet je, heeft hij helemaal geen mooie boshuis zoals ik altijd omschrijf. Ja, dan boeit dat me ook niet. Als ik iemand dan heel leuk vind of zo, dan vind ik echt oprecht, en dat meen ik echt, mensen geloven dat altijd niet, want mensen denken altijd dat ik dan heel oppervlakkig in ben, maar dan vind ik het uiterlijk... Nee, ik denk niet dat je daar oppervlakkig in bent. Daarin vind ik het uiterlijk wel echt heel, of het innerlijk heel belangrijk. Ja. Ik zou echt niet met een heel knap iemand kunnen zijn die echt een stom innerlijk heeft. Nee, dat is bloedsaai. Ja. Oh, dat is leuk. Oh. Hoe omschrijf jij jouw relatie met Soitje? Ik denk vooral gewoon 100% of zo. Mm-hmm. Ik denk dat het misschien is. Ik wil gewoon... Wij zijn echt een team. En dat heb ik ook altijd, dat heb ik altijd gezegd ook, weet je wel. Van dat wil ik... Wij zijn een team of zo. En dat er gewoon... Dus er is... Ja, wij doen dat gewoon allemaal met z'n tweeën. Ja. En... Ja, gewoon ook wel heel liefdevol. En wij zijn... Gisteren waren we 4 jaar samen. Daar kwam ik achter via iemand op Instagram. Ik was het zelf een beetje vergeten. Ja, maar nog steeds. Weet je, ik was dus gisteren bij mijn moeder en die zei ook van... Ja, jullie zijn nog steeds zo verliefd. Toen dacht ik, ja, dat is wel zo. En ik denk dat dat wel bijzonder is of zo. Maar denk jij dan, heb jij dan nu wel eens dat je denkt... Omdat je op zo'n jonge leeftijd bij elkaar bent gekomen... Mm-hmm. Dat je nog wel eens verlangt toch weer naar soms alleen zijn? Nou, niet zozeer naar alleen zijn. Nee, maar meer zo van... Oh, je wilt even scharrelen en scharrelen, flirten, dat. Kijk, natuurlijk hebben wij dat daar wel eens over gehad of zo. Van, ja, natuurlijk heb je wel eens momenten of zo... Dat je ook denkt, hebben wij elkaar niet te vroeg gevonden? Mm-hmm. En dat heb ik ook wel eens gedacht. Dat ik dacht, ja... Misschien hadden we ook nog even langer moeten lanterfanten... En gewoon lekker, weet je, alles moeten doen. Daar waren we ook allebei best wel goed in. Maar ja, ik zou het ook niet zonder hem willen. Dus ik vind dan de afweging om te denken, ik ga lekker mijn ding doen, maar dan zonder hem. Ja, dat is geen optie in je hoofd. Nee, ja, nee. Ik vind hem wel echt het allerleukst. Dus voor mij hoeft dat dan niet. Nee. Maar tuurlijk, natuurlijk hebben we dat wel eens gedacht van, oh lord, was dit niet een beetje vroeg? Ja. Is hij de papa van jouw kinderen? Ah, ja, dat denk ik wel. Ah. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja.
Nou, dat denk ik, weet ik wel zeker, ja. En op wat voor termijn zou je kinderen willen? Nou ja, ik dacht de eerste tijd heel vroeg. En nu ben ik 25. En dat, toen dacht ik ineens, oh, dat is best wel een beetje volwassen, vind ik. Van 25 niet zo'n leuke leeftijd om te worden. Nu gaan heel veel mensen denken, je bent hartstikke jong, je moet niet zeuren, maar alsnog. Ja, god, weet ik niet. Ja, ik denk ook altijd, dat is toch ineens dan zo? Ja, ik denk ook niet dat je op de ochtend wakker wordt en denkt, nu wil ik het. Dat is ook niet zo. Nee, maar misschien dat je denkt, nou, over een jaar of over 2 jaar, misschien pas over 10 jaar. Nee, niet pas over 10 jaar. Ik denk wel een beetje voor, ik denk wel voor mijn 30ste. Dat denk ik wel. Zo leuk. Ho. Liefje. Mag ik jou enorm bedanken dat jij er was. Ik weet dat dit voor jou namelijk iets is wat je niet heel vaak doet. Maar ik vond het wel echt heel leuk dat je er was. Ik vond het ook leuk. En ik vond het ook fijn dat je open was en eerlijk was. En dat we een heel, naar mijn idee, een heel leuk gesprek hebben kunnen voeren. Vond ik ook. Dankjewel. Dankjewel.